Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en Partners hebben dorpen in boven Suriname voorzien van schoon drinkwater. Minister Abiyamofo erkent de financiële uitdagingen, maar dankzij samenwerking met België worden drinkwaterprojecten uitgevoerd door BOZAK. Het water wordt met zonne-energie gezuiverd, wat bijdraagt aan Surinames doel om tegen 2030 universele toegang tot schoon drinkwater te bereiken. Op het Instituut voor de Opleiding van Leraren is gisteren de overdracht van het directeurschap van Melissa Venetiaan naar Patrick John Yo-Shong officieel vastgelegd. John Yo-Shong, die vanaf 1 september 2024 waarnemend directeur is, benadrukt het belang van samenwerking en het voortzetten van het bestaande beleid voor een succesvolle start van het nieuwe academische jaar. De stuurgroep Landelijke Woningbouwprogramma's presenteerde op 2 september projecten aan president Santokki gericht op ontwatering, landcreatie en verkeersontsluiting voor landelijke woningbouw. De projecten omvatten onder andere een budgetneutraal plan voor landcreatie in de Suriname rivier dat ook dient als waterbuffer en wegconstructie. Ministeriële en andere stakeholders zullen samen de prioriteiten en haalbaarheid van deze projecten beoordelen.